Het bedrijf is ontstaan in 1999. Dus we bestaan volgend jaar 10 jaar. En ik was destijds directeur bij een ander bedrijf. En wegens verschillende inzichten met de toenmalige directie is besloten om dit opnieuw op te zetten onder eigen naam. Verwij Vastgoed doet in hoofdzaak het vastgoedmanagement van woningen. Het vastgoedmanagement van bedrijfsmatig roerend goed. Daarbij moet je denken aan kantoorpanden, winkels en bedrijfsgebouwen. En het VVJ-management, dus het beheer van verenigingen van eigenaars. Dat zijn eigenlijk de kerntaken. Daarnaast doen we wel vastgoedadviezen, detachering van vastgoedpersoneel en assurantie. En dan ook weer met name gericht op vastgoedprojecten. Het bedrijf bestaat uit 65 mensen. Los van de huismeesters die nog complex gebonden zijn en onderhoudsmedewerkers die ergens te werk zijn gesteld. Daarnaast zullen we het onderhoud enzovoort zijn allemaal externe bedrijven. Dus dat wordt allemaal uitbesteed. Maar totaliteit zijn er 65 mensen verbonden aan het bedrijf. Ja, dat is heel leuk om te vertellen. Want ik kwam bij Excelsior door mijn vriend Philip van Breukelen. Philip was ook ooit op land bij Excelsior. En daar vanwege de gezelligheid in ieder geval blijven hangen. Circa 10 jaar geleden of 9 jaar geleden ben ik voor de eerste keer met hem mee geweest. En dat het me zo goed bevallen dat ik inderdaad daar een klik had met een aantal mensen, de gezelligheid en de club. En dat Excelsior inderdaad iets in mijn leven is gekomen eigenlijk, dat je daar regelmatig komt en dat je het enorm naar je zin hebt. Als businessclub hebben we een paar hele mooie doelstellingen. En wat we willen is dat we die sponsors veel meer bij elkaar kunnen brengen. Dat betekent dat sponsors zijn allemaal zakelijke bedrijven. Die zouden meer met elkaar kunnen doen, dus meer met de zaken met elkaar kunnen doen. Maar dat willen we zo kunnen regelen dat het ook in een goede sfeer komt. En dat er ook de gezelligheid natuurlijk voorop staat, dat mensen elkaar beter leren kennen. Waardoor inderdaad ook in de zaken op een gegeven moment gedaan worden op het moment dat het uitkomt, de kans zich voordoet.